Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ga jullie nu laten zien hoe ik mijn Reborn in een Maxi Cosi doe. Nou, zoals jullie zien, de Maxi Cosi staat dus op de kinderwagen. Dat is beter voor mijn rug. Als allereerste wil ik jullie een tip geven. Kijk, dus stel jij hebt de Maxi Cosi, staat dus gewoon strak, dus het kindje haal je eruit. Eén tip van mij is, haal dus, kijk hier heb je dus een knop, die hou je ingedrukt. Dat is bij alle Maxi Cosi hetzelfde. Je zorgt dat die losser zijn, de gordels. Dit geldt natuurlijk niet voor alle mensen, maar voor mij is het veel makkelijker. Dat is ja, gewoon veel fijner als het gewoon losser is. Ik heb een 5-punt schordel. Ik heb dus hier aan de zijkant nog twee dingen zitten. Dat is niet bij alle Maxi Cosi's, dat is alleen bij mij dus. Jullie zien dus dat ik dus een hoes heb. Het fijne aan deze hoes is dat het gewoon schoon blijft ten eerste. Het ziet er mooier uit. Ik heb ook deze. Doe altijd echt even één tip. Ik zie nog steeds dat mensen, ook al is het een Reborn, het is niet comfortabel voor je kindje. Ook al is het niet echt. Doe dit. Want het snijdt enorm en het ziet er niet mooi uit. Als je het fijn vindt, kan je deze doen. Maar dat moet niet. Maar ik vind het mooi. Dus dat doe ik. Ik laat jullie het zien met twee verschillende baby's. Met Fientje en met Bo. Omdat Bo en Bram hebben ongeveer dezelfde benen. En Fientje en Eefje ook. Gewoon altijd de echte benen. Dus dan laat ik het zo zien. En omdat Fientje het makkelijkst is om in de Maxi Cosi te zetten, gebruik ik Fientje dus. Dus ik pak Fientje uit haar bed. Ze heeft nog steeds hetzelfde pakje aan. Ik moet haar nog omkleden. Maar hier is dus Fientje. Ik hoop dat jullie het allemaal goed kunnen zien. Ik zal even aan de andere kant. Ik vind dit pakje gewoon zo ongelooflijk schattig. Dit is echt een heel mooi setje. Dus ik doe haar in de Maxi Cosi. Ook weer een tip. Hou je baby goed vast. Zo. Ik zorg dat haar haar een beetje netjes zit. Zorg dat ze goed hoog zit. Niet te hoog natuurlijk. Wat ik altijd doe is, ik pak haar beentjes. En dan doe ik deze tussen de benen. En dan doe ik zo. Kijk, de haren gaan alweer in de war, maar dat maakt niet uit. Zo, en dan pak ik haar arm en dan haal ik deze onderuit. Kijk, je ziet, het is echt veel te groot, veel te losjes. Dus dan zorg je haar armpje en doe je een beetje omhoog. Je zorgt dat deze goed in haar nek zit. Je pakt deze, die, en dan doe je bij de andere arm ook. Zo, kijk, dit is nu dus bijvoorbeeld zomers. Je zorgt dat het een beetje zo zit. Goed in haar nekje, dat het niet klem zit. Zo, dan pak je die. En dan doe je het erin. Kijk, gaat het veel soepeler. Hij gaat een beetje stroef. Maar... Dat komt omdat er dan iets tussen zit.
Zo, klik. Kijk, dat zit hier goed. Doe je de beentjes een beetje goed. Je zorgt dat die een beetje omhoog zit. En dan heb je weer de knop. Die hou je ingedrukt. En let op wat er gebeurt. Kijk, nu zit zij strakker. Maar nog steeds niet strak genoeg, want dit is niet veilig. Dus dan doe je nog iets strakker. Kijk je of het goed bij de heupjes zit. Okay, nou, kijk, dit is nog steeds een beetje losjes. Maar het moet wel goed en veilig zijn natuurlijk. Kijk, het zit nog te los. Dus dan doe je nog een beetje indrukken. Het kan geen kwaad, een beetje strakker. Is alleen maar veiliger. Dan doe je het haar een beetje netjes. Zo, en dan heeft ze dus... Zit ze dus in de Maxi Cosi. Hallo, waarom doet hij het niet? Ja, hij is er weer. Hij wil niet goed scherp stellen. Dus dan zit ze dus in de Maxi Cosi. Dus het is zomer. Dan zit ze zo dus. Goed zorgen dat dus deze dingen goed in haar nek zitten. En Vientje is een klein meisje dus. Ze heeft een verkleiner. Dan kom ik zo terug en dan laat ik jullie zien hoe het eruit ziet met jas. Zo, nou, daar ben ik weer. Kijk, ze heeft dus een jasje aan. Het is winter. En dan doe je eigenlijk gewoon hetzelfde. Je zorgt nog steeds dat deze eromheen zit. Het kan nog steeds snijden in haar nek. Wel een tip. Een baby die net geboren is, Vientje dus bijvoorbeeld... Zo klein is ze wel. Die heeft altijd een mutsje op. Ze heeft nu geen muts op, omdat ze nu een jas aan heeft. Maar het is nu binnen. Maar het is dus wel een voorbeeld. Dat je dus altijd pasgeboren baby een muts op doet. En als je dat niet wil, ga er dan niet mee wandelen. Want het is een beetje een raar gezicht. Als mensen zien dat jij bij jouw pasgeboren baby geen muts op hebt. Want dat is raar. Een pasgeboren baby kan zijn warmte nog niet vasthouden. En al de warmte van de baby gaat dan dus weg via het hoofd. Je doet gewoon hetzelfde. Je doet hem gewoon vast. Hij zit dus nog losser. Heb ik even net gedaan. Zo. Zorg je dat het... Een beetje goed zit hier in de nek. Zo. Het labeltje van dit dingetje moet er nog af. Tussenuit. Maar dan doe je hem gewoon weer strakker. Ook via de knop. En dan hou je de knop ingedrukt. En dan hier al aantrekken. Zo. Nog iets strakker. Zo. Kijk, dan zit ze goed strak. Kan ze er niet uitvallen. En dan zit ze dus. Tadaa. En nu ga ik Bo pakken. Vientje haal ik er dus uit. Wat wel handig is als je dus deze hengsels, dit, naar beneden doet. Zo, kijk, bij mij kan het niet helemaal naar beneden omdat nu de mokskoosje zit, dus dat hoeft niet. Dat doe je zo, je kan eventueel zo doen, want dat is makkelijker. Zo. En dan pak je je baby eruit. En dan... Dan de volgende baby erin. En dat zal ik even doen. Dan kom ik zo weer terug. Zo, nou, daar ben ik weer. Ik heb hem gewoon erop gelegd. Om jullie te laten zien hoe ik het dus doe met een Levi dus.
Bowen natuurlijk een Levy kit. En omdat hij zulke kromme beentjes heeft, is het soms nog wel lastig. Maar nu laat ik het dus alleen zien zonder jas. Omdat jullie het al gezien hebben met jas. Van Vinkje. Je haalt gewoon alles goed. En dan doe je dit. Kijk, nu heeft hij heeft niet het mooiste pakje aan. Maar ik vond het wel heel schattig. Dus ik dacht, dan doe ik het dit aan. En dan pak je zijn arm. En dan doe je dat omheen. Zo. Kijk, omdat ik een 5-punt gordel heb, is het veel lastiger dan voor jullie waarschijnlijk. Je doet zo. Zorg dat de handen niet in de weg zitten. En ook weer omdat hij heel klein is, zie ik ook nu. Moet het veel strakker dan bijvoorbeeld bij Vinkje. Dan doe je zo. En die pak je hand aan de kant. En dan zo. Klik. Als je klik hoort, dan weet je al genoeg. Dat je zo goed zit. En hij is heel klein, zie je. Want hij zit hier met zijn beentjes net aan op dat randje. Je zorgt dat het weer strak zit. Kijk, je ziet gelijk dat hij goed gaat zitten. En hij zit. Kijk, hij heeft nu niet het mooiste broekje aan. Maar dat maakt niet uit. Ik zou niet met dit pakje gaan wandelen, maar zo. Kijk, en dan zit hij. Zo, en nou, zo doe ik dat dus. En ja, vond je deze video dus weer leuk? Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en op het belletje te klikken. Wat nu ook nieuw is, ik heb dus hieronder, komt dus af en toe in beeld, hier zo. Dus een duimpje omhoog, abonneren en zo. En dat soort dingen. En op het belletje te klikken natuurlijk, dan mis je nooit meer de video. En ik heb wat ideeën nu. Dit is dus het eerste idee. Er waren niet veel mensen die dit wilden, maar dat ga ik toch doen. Dat wilde ik toch al. En omkleedvideo's komen dan gewoon weer opnieuw. En jullie wilden Eefje vaker zien en Bram, dus dat komt. Opruimvideo's, ja, dat kan ik natuurlijk niet voorspellen wanneer dat komt. Ik ga zo meteen een video opnemen, dat ik laat zien waar al mijn kleertjes vandaan komen. Tenminste ongeveer, precies weet ik natuurlijk niet meer. Want alles is, de meeste dingen zijn allemaal niet meer te koop. Zoals dit is ook niet meer te koop. Is van Action. Deze is van de Hema. Is nog wel te koop. Action. Waarschijnlijk niet meer. Of wel. Maar ja. De meeste dingen zijn niet meer te koop. Deze kinderwagen is ook zeldzaam. En extra duur geworden trouwens. Maar ja. En zijn rompje komt van Zeeman volgens mij gewoon. Meestal is het Zeeman en zo. Maar ja, dus vond je deze video leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En het belletje te klikken. Dan mis je nog meer video. Tot volgende week. Om 14:00. Op vrijdag. Doeg. Dag.